Koonkruitjes zijn ook bloemetjes als je ze een beetje leert kennen. Breda nu. Je weet het meteen. In de FAME is deze maand de expositie Tattoo Age te zien: 25 ouderen met ieder hun eigen verhaal. Eén ding hebben ze gemeen: een tattoo. Wij gingen langs. Mijn naam is Hubert Araad en ik ben uh, werkzaam bij Stichting Maatschappelijke Opvang in Breda. Deze expositie is ja, een portret van 25 uh, mensen, ouderen met name, die uh, zichzelf in een, uh, in een woonomgeving, in een eigen uh, huis laten fotograferen. Uh, met een detailopname van, een, uh, van hun tatoeage en hun verhaal erbij. Maar één uh, verhaal is, is uh, speciaal voor ons, omdat de persoon die gefotografeerd is op de cultuurnacht, waar we al mee hebben gedaan, uh, ook aanwezig was. Uh, en die uh, is in de, in de algemene ruimte is die te bekijken. Ik ben even haar naam kwijt, dan moeten we even gaan kijken. Uh, nou, ik ben zelf niet van Get Out, maar wat ik er wel van weet is dat uh, Get Out zet, zet zich in uh, voor ouderen. En dat willen ze dus op een kunstzinnige manier doen, met name met dit soort uh, projecten. Hoe ze precies op dat idee gekomen zijn weet ik niet, ik weet wel dat ze uh, wel een idee hadden om uh, ouderen te fotograferen met een tatoeage. Um, we hebben hier een presentatie gehad van Duimel, Marion Duimel um, en zij heeft een beetje verteld over deze expo. Um, in de eerste instantie hadden ze een foto van een oudere met een tatoeage, maar die was vrij statisch met een zwarte achtergrond. Dat is langzaam, zeker is het proces op gang gekomen. Uh, ze hebben er drie jaar uh, over gedaan om tot uh, dit resultaat te komen, maar het resultaat is prachtig. Um, het heeft een warme uitstraling. Hè. De foto's zijn op hout gedrukt, waardoor je een soort pastelachtige uitstraling krijgt. En het is een heel toegankelijke foto. Het zijn, het zijn, het zijn huisjes waar je binnenkijkt die herkenbaar zijn, toch zeker uh, voor de mensen die hier komen op de faam. We hebben hem in eerste instantie gereserveerd tot eind februari, maar we mogen hem twee maanden hebben. En gezien alle positieve reacties die we tot nu, tot nu toe hebben ontvangen, denk ik dat we hem twee maanden gaan laten hangen. Dus tot uh, ja, eind uh, ja, februari, tot eind maart. Wat vindt u van de foto's die hier hangen? Ik vind ze gaaf. Het was uh, even wat anders, alleen maar ouderen. Dat verwacht je niet direct met tattoos. Maar ja, ik ben zelf ook net gezwicht. Dus. Het, het komt eigenlijk uit een, een, een quote van Ior, uit uh, Winnie de Poel. Die zegt: uh, onkruidjes zijn ook, bloemetjes als je ze een beetje leert kennen. En hier komt uh, heel breda over de vloer. Ook mensen waar anderen de neus voor ophalen. En die zijn vaak uh, meestal heel aardig.